Ja, het prettige van businesspartners zijn is dat je, ook al heb je je eigen vestiging en mag je je eigen koers daarin bepalen, dat je wel altijd mensen hebt waar je mee kan sparren, waar je dingen mee kan delen, die jou feedback kunnen geven, zodat je niet echt er alleen voor staat. Dat je altijd wel het gevoel hebt onderdeel te zijn van iets groters. Het is heel leuk om zelf te ondernemen. Het is een uitdaging om elke dag gewoon 's ochtends weer te bedenken, nu moet ik het zelf gaan doen. En aan het eind van de dag kan je tegen jezelf zeggen, ik heb het voor elkaar gekregen. Ik ben slecht in het administratieve proces. Ik heb die ondersteuning nodig. Ik wil heel graag ondernemen. Ik vind mijzelf ook ondernemer. Maar die handel, daar ben ik slecht in. Dus ik moet doen waar mijn kracht zit. En dat is wat de franchise mij mogelijk maakt. Dat er een salarisadministratie achter zit. Dat er een boekhouder achter zit. Dat er een jurist achter zit. Dus alles wat wij nodig hebben om succesvol te kunnen zijn, dat zit allemaal aan de achterdeur. Verder is het heel handig dat je de servicedesk altijd kan bellen bij vragen voor verloning of in principe voor alles. Ja, en een stukje marketing vind ik heel prettig, omdat je mee kunt doen met allerlei landelijke acties. En ook zelf ideeën kunt aanbrengen bij marketing, wat voor jou lokaal heel goed kan werken. Je krijgt gewoon hulp. En de formule is er al. Anderen hebben het al gedaan en jij gaat het alleen doen in jouw regio. En tuurlijk, je loopt wel tegen dingen aan die een andere regio niet kent. Maar ook daar krijg je dan weer hulp bij, want je hebt iemand zeg maar achter je staan. En dat is gewoon prettig. Ik ben ondernemer, maar ik heb toch collega's. Dat is fantastisch. En ik ben er heilig van overtuigd dat ik, als ik alleen zou werken, dan kan ik fantastisch hard werken en tot hier komen. En dat is heel succesvol. Maar in de franchise kom ik tot hier.